You On My Mind. Nou, iemand die na deze uitzending zeker on our mind is, dat is niemand minder dan Koen Oosterhuis. Koen, goedenavond, welkom. Hallo, bedankt. Jij bent een zeer muzikale leidenaar. Misschien kan je jezelf even voorstellen. Nou ja, ik ben dus Koen Oosterhuis. Ik ben geboren in Leiden in 1998. Ik heb eigenlijk de rest van mijn leven in Oegstgeest gewoond. Telt nog steeds. Maar sinds een jaar woon ik in Leiden. Hier om de hoek zelfs. Oké. Okay. En ja, ik zei, je bent heel muzikaal. Wat doe je allemaal voor muzikaliteiten? Hoofdinstrument is gitaar eigenlijk. Maar daarnaast doe ik piano, bas. Ik ben begonnen als drummer. Ooit heel erg vroeger heb ik blokfluit nog gespeeld, zoals heel veel andere mensen. Ik probeer eigenlijk gewoon zoveel mogelijk. Oké, okay, nou, hebben we een verrassing voor je. We hebben een blokfluit geregeld. Jij gaat conservatorium doen, heb ik begrepen. Ja, in Amsterdam. Wanneer ga je daarmee starten of ben je al gestart? September. Oh. En wat ga je daar dan mee worden? Want dat vraag ik me altijd af. Anders dan muziekleraar, wat je volgens mij nu al bent. In mijn geval componist. En voor wat voor soort muziek componeer je dan het liefst? Want daar gaan we natuurlijk naartoe. Jij hebt al 2 singles gemaakt. Ja, klopt. Nee, ik schrijf heel verschillend eigenlijk. Ik vind pop gaaf, ik vind klassiek gaaf, ik vind jazz gaaf. Gewoon waar ik zin in heb. Oké, okay, nou, ik zei het al. Je hebt een single uitgebracht en die is te vinden op Spotify. En dat hebben wij dus even opgezocht. En die heet Relief. Ja. En hij is helemaal instrumentaal. Ja. Ja, ik zing niet. Maar vertel. Vertel. Ik heb je hoeft namelijk niet altijd zelf te zingen om een muzikale plaat met zang te maken. Nee, dat is zeker niet zo. Nee, ik heb hem in zomer 2017 heb ik hem geschreven. En eigenlijk wanneer ik muziek schrijf, popmuziek, dan ga ik gewoon zitten en ik begin gewoon. En ik voeg telkens laagjes toe totdat ik ergens ben. En dan ga ik achteraf luisteren, een beetje knippen, plakken. Maar ik denk het meestal niet heel erg uit. En dit is eigenlijk hetzelfde. Ik ben gewoon begonnen met gewoon akkoorden en telkens een laagje opgelegd. En toen voor mijn auditie vorig jaar, ik heb vorig jaar ook auditie gedaan. Toen ben ik er niet doorheen gekomen. Toen heb ik het nummer eigenlijk nog een keer bijgepakt. Heb ik hem echt afgerond. Heb ik een drumcomputer aan toegevoegd. Alles is zelf ingespeeld. En mensen die hadden zoiets van, waarom ga je dit niet op Spotify zetten? Dus toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, waarom niet? Oh, we gaan er gewoon naar luisteren. Koen Oosterhuis dus, met Relief. Oosterhuis live hier op Sleutelstad. En je hebt alle instrumenten dus zelf ingespeeld, hè? Dat lijkt heel makkelijk, maar volgens mij is dat heel erg moeilijk. Hoeveel keer heb je dat moeten doen? Hoeveel muzieklagen zitten er zeg maar in? In ieder geval gitaarakkoorden. Gitaar, solo, melodie. Dan nog een soort van extra laag met rare kleureffectjes en een drum. Dus 4. Oh, dat 5 en een bas. Nou, valt eigenlijk nog wel mee. Ja. Hoe is dat nou als je naar die muziek luistert? Want je hebt het natuurlijk zelf gemaakt. En in dat proces, daar heb je best lang over gedaan. Zij al nog een beetje bijgeschaafd. Dan heb je hem heel vaak gehoord. Ben je niet helemaal zat dan nu als je hem hoort? Ja, dat ligt heel erg aan. Als je iets zat wordt. Als je iets hebt van, nou, nu heb ik het wel gehoord. Dan is het misschien eigenlijk ook niet goed. Dan ben je er blijkbaar niet tevreden mee. Want voor mij, bijvoorbeeld dit nummer en andere muziek waarvan ik zelf zoiets heb van, dit is gewoon af. Daarvan heb ik ook niet het gevoel van, dit word ik zat of zo. Het klinkt ook niet alsof mijn muziek is, maar gewoon alsof iemand anders het bij wijze van spreken gemaakt heeft. Ondanks dat je het zelf helemaal op ingespeeld voelt, het alsof dit van iemand anders is. Ja, eigenlijk wel. En dat is een teken dat het goed is. Nou, dat hebben we dan weer geleerd. Dat is voor mijn eigen creatieve proces. En nu? En nu? Je gaat naar het conservatorium, maar als ik dit zo hoor, ik kan me zo voorstellen dat dit soort muziek bij films bijvoorbeeld heel goed gebruikt kan worden. Maar misschien ook wel, heb jij nog heel veel andere creatieve kanten? Ja, nou ja, sowieso 4 jaar bachelor, compositie. Dat is gewoon hoe je het eigenlijk moet zien. Is je hebt gewoon 4 jaar lang muziekles en je gaat jezelf ontwikkelen, om het heel plat te zeggen. Zoals iemand die niet op conservatorium zit, hoe die zich dat kan voorstellen. En tijdens die studie kan je allemaal projecten doen. Je kan eigenlijk al aan de slag gaan als componist. Je hebt heel veel kansen. En je kan met je medestudenten kan je vragen die daar instrumenten bespelen, bijvoorbeeld, of ze stukken van je willen spelen. Dus je hebt
eigenlijk gewoon ben je al volop bezig met het schrijven van muziek en het tentoonstellen van muziek.